Heyo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier met jullie. Nee, ik ben hier vandaag samen met Tim. Hey, dude. Tim? Ja? Hi. En we spelen vandaag op Palisade University Hunger Games. Oh, god. Dit wordt een leuk. Yes. Yes, yes. Indubitably. Nee, dat is een beetje copyright, hè. Ik heb lekker veel loot, Tim. Oké, Tim, volg ik mij. Ik ook, ik heb mij. Een diamond. Draai ik heb om, diamond. Draai om, we moeten hierheen. Oh nee, fuck! Volg mij, draai om, hierheen, waar hierheen, ben hierheen. Ik hierheen, heb hierheen, ook een stone sword. Kom op, we gaan naar een villa toe. Die ik ken. Let's go, Tim. Deze hebben we al een keertje gedaan. Ja, kijk, hier is een chest. Ik denk dat iemand die over het hoofd heeft gezien. Die zit altijd wapenen. Juist, tot de wooden sword. Oké, let's go, Tim. Kill even iemand. Heb je... draai om, volg mij. We moeten eerst looten. Nou ja, ik heb al überhaupt best wel goede stuff, maar... ja, maar we moeten we kunnen echt best gewoon... meteen nu naar de... met tier 2 chest. Ja, ik ken alle tier 2 chests op deze map, echt. Ik ken deze map beter dan Survival Games 4, zowat. Dat is ook niet waar, maar... ik weet waar de loots zitten. Kijk, ik heb wapen. Nou, ik doe niet veel meer op. Schoenen heb maar waar ik. Waar zitten tier 2 chests hier? Dit doet chest, ja, dat weet ik niet. Kijk, je moet hier in die witte villa, daar zo. Daar zit een dubbele chest en een chest onder de tafel. Iemand heeft hem. Wat? Iemand heeft hem. Killen? Ja. Hij heeft niet veel bijzonders. Oh nee, leather armor. Je bent je husky met kipje, godvergeven ze kut, mogel. Goed zo. Oh yeah. Oeh, een ingot. Oh, ik heb twee arm ingots, maar oké. Wauw. Hier zit niks in. Oké, wel. Kom maar mee naar spawn. Crafting table. Een soort maken. Ja, oké. Okay. Oh, wacht. Nee, volg mij. Ik weet denk ik waar een crafting bench is. We moeten eerst even dit looten. Want ik weet echt waar wel... ja, ik weet niet of dit een teotoetje is. Dus ik heb wel een keer diamond uitgekregen. Maar dat was de enige keer. Oké, ik wil er wel een diamond graag. Want dan heb ik twee diamonds. Oh, wauw. Zo, ik heb een goed gevoel in deze Hunger Games. Het lijkt niet. Dan is dat het een goed teken. Tim, ik ga nu even hier in het water. Jij moet het even guarden, oké? Oké. Stone sword, ik wist het. Dat ik hier iets boeiends uit zou krijgen. Onze armor is beest, echt waar. Pak toch even die andere chest ook. Dat is prima. 14 tributes nog maar, op deze map sterft altijd heel snel mensen. Oké, zullen we... dan moet ik even naar het baseball field daarachter, daar zijn twee chests. Oké, ik volg jou wel. Nou, ik heb zit er ook ergens een crafting bench? Ja, bij spawn, maar dat zit hij vlak om de hoek, dus daar kunnen we zo meteen wel heen. En dat heeft op dit moment gedaan, we hebben allebei stone swords, dat is in principe in het begin van de game al OP. We moeten nou gewoon zorgen dat niemand anders loot krijgt. Ja, daarbij zo'n paal zit in de chest, ik pak deze wel, kijk wat flint, fishing rod, niet boeiende shit, maar... oké, kom, nou kunnen we wel even naar de crafting bench, want dit zijn alle chests, dit is mijn normale route die ik neem. Er is wel iemand dat repen, die moeten we even gaan stoppen. Boost. Je weet dat je andere twee hoog dingen kunt boosten. Hier is ook een enchantment table, by the way, dus ja. Dood? Ja, überhaupt kunnen we die gebruiken, maar... ja. Kijk, hier is... oh, kijk. Deze pakt nooit iemand. Kijk, iron ingot. Nice. Hoeveel heb jij nu al een iron sword? Nee, ik heb één iron ingot. Wacht, mag ik even wat eten? Of, Ja. Ga ik alvast naar spawn. Dat is hier. Ik heb überhaupt wel een betere chestplate nodig. Ik? Ja, niet echt. Ik heb wat betere helmpje en zo nodig. Ja, een iets betere chestplate zou niet verkeerd zijn. Oh, kijk. Ik ga even nog de spawn chest checken. Want, oh, stone sword. Kijk, handig. Ik weet nou dat we deze Hunger Games gaan winnen. Het lijkt echt niet. En dan ben ik zo goed in PvP. Oké, okay, heb je al je iron sword? Ja. Oké. Okay. Ik stor even mijn boots. En de overige ladder die ik nodig heb. Oké, okay, volg mij maar. Waar zullen we heen gaan? Op dit moment een beetje rondlopen, denk ik. Mensen killen. Tim, je praat niet achter. Oh! Pff, YOLO! Het is er. Allemaal loot hier op de grond. Wacht, is er nog een betere chestplate? Ja, hier. Oh, nice. En food loots. Die kan ik goed gebruiken. Kijk, nu heb ik al. Ik hoef nog maar 3 en dan heb ik. Kijk, hier is nog een chest. Wauw. Ja. Dit gaat goed, echt waar. I know, right? Oké, okay, zo, volg mij maar. Hier is iemand.
Borg in inventory. Waar? Daar. Verder omhoog? Ja. De weg aflopen of waar? Ja, nee, hij is hierin gejuked. Wacht, hierin ik volg jou al. Ga jij maar voor. Hij had wat lootsie doodles. Oh ja, hier zijn twee mensen. Deze kant op, deze kant op, deze kant op. Team v team, denk ik. Nee, het is geen team. Als mensen rennen achter elkaar aan, zijn het nooit team. Tenminste. Afsnijden? Nee, dat wil je op deze map niet. Ja, je wilt het doen als je de opperhand hebt, maar er zit zomaar iemand zo te kamperen in zo'n gebouw, hoor. Je wilt het niet weten. En deze chaos kunnen we wel gewoon inhalen, want ze weten niet dat we achter hem zitten. Kijk, ik ben hem al aan het inhalen. Hij stopt met eten! Getekild of niet? Ja, ik ga hem wel killen. Easy. Oh, wat een eihoofd! Eer, wacht. Hulp nodig? Ga die met de pumpkin pie slaan? Nee, ik kan die kill wel even gebruiken. Auw! Wow. Kieso. Help nou, mij. Nou, nu haat ik hem ook gewoon. En nu haat ik hem ook. Is er water? Je brandt nooit op van Flint of Steel. Hey, mag ik wat loot alsjeblieft? Wat wil je? Wil je een arm pants? Oh, dat heb je al. Die heb ik al. Voor de rest heb ik niet achter iets. Zo, zal ik Stone Souls droppen? Nee. Nou ja, hou maar bij je, want wie weet. Letter rot soy sheets. Prima. En even raw chicken heb ik toch niet nodig. Dat is toch giftig. Goed, kom maar mee. Is het giftig? Raw chicken? Ja, daar heb je in principe niks aan als je meer food hebt. Raw chicken is echt waardeloos. Nou, we hebben de opperhand. Geweldig. Wij zijn denk ik hier wel de sterkste nu. Op dit moment hebben we de opperhand. Ik weet het praktisch wel zeker. We hebben helemaal de opperhand. Je komt ons tegen en je gaat dood. Dat is... Er komt iemand aan. Er komt iemand aan. Ik zie een naam in de verte. Er komt iemand aan. Waar hier? Zijn we af. Ja, die weg liep iemand wat. Ik zie... Oké, hier langs dan. Deze weg... Ik zag daar net iemand lopen. Oh, daar. Oh, ik zit weer achter jou, Tim. Wow. Zo. Oké, ik kan hem niet meer zien. Hmm. Hij is natuurlijk ergens gaan kopiëren. Hier hebben we wat loot, hebben we niks aan. Hmm. Misschien best spawn. Hij had best wel goede stuff. Volgens mij, denk ik. Want hij liep daar gewoon over straat. En meestal zitten de mensen die geen goede stuff hebben te kamperen. Oh. Weggezakt. Bounty has set. Oh, er is een. Iemand heeft een bounty op Mr. Koen. Ik wil Mr. Koen killen, Tim. Ach, ik ook. Ik geef jou de eer, want ik ga niet voor puntjes. Ja, ik kon niet voor puntjes, maar het is lang. Het is grappig. Waar ben jij? Er zijn allemaal chests hier in de grond. Hier, ik heb nu een iron sword. Jullie willen bedankt. Oké. Ik heb een iron sword, even craften. Ik ga die Age of Age. I can't have a name. Ga ik echt gewoon killen. Kun je me even guarden terwijl ik een iron sword maak? Yep. Thanks. Oké, goed. We gaan die Mr. Kill maken. Kijk, daar loopt iemand. Daar loopt iemand. Boogie Master. Hij is dood, GG. Oké. Wauw. Die gast lekt ook gewoon, hè? Hij dodgt mijn pijlen als een boss. Hij rent gewoon de weg af. Domo is died. Nou, ik ga hem wel pakken, hè? Dan ben ik er ook klaar met dat gesnijp. Ik heb amper pijlen. Ja, ik probeer hem... Oh, hij gaat nu daar langs. Oh, wat een geweldige move, die kerel. Anders is hij dood geweest. We gaan hem wel pakken, hij heeft een iron sword namelijk. En ik weet niet iemand anders die I can't have a name. Nee, I can't have a name is dood! Oh, hij is dood! Huh? Boeie man. Lol. Ik wil die chestplate. Ja, ik ook. Nou, jij hebt hem vast al. Ik heb 3 iron ingots, what the fuck. Yay! Zo. Ja, hem. Even kijken, pak wel even alle goede loot op. Eten en zo. Stone Souls, ik heb dit punt wel droppen, daar heb je echt gewoon helemaal niks aan. En gold. Dat is waardeloos. Chain. Oké, iron pants.
Laat hem maar liggen. Als we een chestplate vinden, wil ik wel heel graag een chestplate. Oké, nou, als je even kijkt. Kom. Zullen we zoeken voor een chestplate nog, of niet? Zoeken voor... ik heb 3 iron ingots, the fuck. Oké, we moeten de spawn de chests, voor de chests. Het wordt donker. Oké, als je een iron chestplate vindt, dan wil ik die graag. Sure, die heb ik toch niet meer nodig. En een diamond... Ik heb toch al praktisch full iron. Als je een diamond vindt, dan... daar kan ik wel wat mee. Een diamond? Ja. Maar ik heb geen volle inventory. Wacht, ik stoor wel even fishing rods en bootjes. Ik heb, waar ik moet ik heen voor de spawn? Gewoon hierheen. I could have a name is dood. Daar ben ik niet blij mee. Oh. Holy fuck! Diamond sword guy. Corner carrots. Tim, ik word gereed. Ik word gereed. Kill hem! Kill hem nu! Hij is super low health. Kill hem! Wat? Wat? De die gast... The fuck? Hoeveel hartjes had jij? Full. Ik had full health. Nou, zo is het ook gewoon niet meer leuk ook. Hacker! Ik gebruik vol hack. Wel jongens. Maar het slaat ook nergens op. Ik had zulke goede hits op hem. Ik had vol de armor was gelijk. En ik had zulke goede hits op hem. Oh, en gewoon in... Ja, volgens mij... Ja, hacker! Vol hack. Wol hack. Oké, maar goed jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Oh mijn god, waarom heb ik rekening nog maar 800 punten? Oké, wel dit is een beetje bullshit. Dit is echt wat dikke bullshit. Wel jongens. Nee, ik ga de deathmatch afkijken. Wat jij, Tim? Ja, ik wil kijken of hij gaat winnen. Ja, weet je, nu zet hij zijn dit slaat uit. Zo nergens op. We hadden allebei iron swords en praktisch full iron. Dus what the fuck? Nou, ik weet wel wie dit gaat winnen. Zo nergens op slaan dit. Ik wil kijken hoe snel hij hem killt. Ja, vast wel met one hit. Nou, hij heeft zeker... Hij gebruikt block hit. Oh, wow. Dikke hacker. 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 Echt, dit is echt gewoon een dikke hacker. Echt waar. Wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik heb in ieder geval een leuke titel voor deze Hunger Games. Hacker. Wauw, dit slaat ook nergens op. Maar goed jongens, laat even een like achter voor onze support. En bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer als je het nu hebt gedaan. Tim, wil jij nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken. Ja, en dan spreken wij jullie later. Dus ja, later mensen.